that I'm at an all time. En wat is vooral leuk om te doen? Kleuren, knikkeren, met vriendinnen spelen. En wat is vooral leuk om te doen? Klappen slaan, loungen, zo flessen poppen. Oh, weetjes met mol, snap je wel, dat soort dingen. Yo, die jeugd van tegenwoordig, echt, hey. Die eerste stukje, van toen ze zei knikkeren en shit, dat denk ik echt zo van, ja, dat was ik vroeger, weet je, maar daarna, kom met lounge, shisha, OV'tje, OV met Mo en zo, ik denk, fuck aan man, als dat mijn zusje was, ze had niet eens zijn eigen Justin Bieber kamer meer, maar oké, weet je. Dus dames en heren, de jeugd van tegenwoordig is sowieso al helemaal verpest. Dus ja, chicks die komen eens met foto's en zo van dit. En je ziet zelfs chimaits, meisjes en zo bij shisha lounge en zo. Maar ja, 2016 man, is fucked up. Vroeger was echt alles gewoon zo chill, hè. Gewoon knikkeren, je had nog Pokémon kaarten, wat had je nog meer? Yu-Gi-Oh! Je had nog. Wat was er allemaal nog meer? Sesamstraat, niemand kijkt dat ineens meer. Nu zie je allemaal mensen kijken. Mensen kijken YouTube nu en zo. En zo Knol. PewDiePie. Mensen. Maar het komt ook eigenlijk een beetje door internet nu en zo, weet je. Mensen boeit het helemaal niks meer. Knikkeren bestaat volgens mij niet eens meer. Pokémon kaarten, ook alles is uit de mode, man. Maar later worden bijvoorbeeld Pokémon kaarten en die shit worden allemaal echt gewoon. Ja, daar kan je wel wat voor krijgen, denk ik hoor. Als je gewoon nog Pokémon kaarten hebt, dan. Ik zou ze gewoon verkopen en. Ja, misschien krijg je er wel wat voor, zou ik zeggen, als je ze nog hebt. En voor die voetbalplaatjes heb ik nog. Ik heb iemand die naast me, die gaat helemaal stuk, maar oké. Maar ja, man, de jeugd is een beetje verpest, vind ik. Maar ja. Ja, wie ben ik om dat te zeggen eigenlijk, maar hoe dan ook, ik geef alleen mijn mening, dames en heren. Like het, deel het en ja, zie ik jullie de volgende keer. Ciao! Lechnesh, dat is waar we moe van worden. On the road, met die boeven breek mijn brood. Met mijn broeders, ik ga dood. Voor mijn moeder, ik heb genoeg zorgen. Walk in Lechnesh, dat is waar we moe van worden.